uit de Verenigde Staten. 12 jaar jong. En met een geweldige opening, een Arabier salto met een landing van één been op de evenwichtsbalk. Een element uit de hoogste moeilijkheidscategorie. Oeh, had een kleine wankeling naar de salto. Maar heeft al heel veel laten zien op deze eerste baan op de evenwichtsbalk. Er staat vierde in het klassement en heeft zeker mogelijkheden op eremetaal. Als het tenminste stabiel blijft op de balk. Ja, dat is een tweede poging waard. Maar, en nog wat bijdrukken. Dat zijn toch allerlei foutjes die natuurlijk streng bestraft worden door de jury. Dit is fantastisch, die bovenbalans. Een meisje met veel talent, veel kwaliteiten. Maar ze mist wellicht nog de wedstrijdroutine, de ervaring van een oudere turnster. Om al die stunts achtereenvolgens goed uit te voeren. Ook hier weer een moeilijke sprongcombinatie, vooral die spreidsprong. Dan heb je natuurlijk toch altijd het risico dat je niet goed landt op de evenwichtsbalk. Hier weer zo'n kleine wankeling. Ja, en toch weer een tiende van een punt. Aftrek en nu de afsprongcombinatie. Een dubbel salto. Landt iets uit de richting van de balk, was het niet in.